Voor het koerhuis staat een zandsculptuur van de heren van der Gijp, Gené en Derksen. Twee mannen van 24 en 25 jaar uit Schiermonnikoog hebben zich er vannacht behoorlijk op uitgeleefd. Eigenlijk rondom het sculptuur hebben ze overal vernielingen aangebracht. Ze hebben de drie koppen aan de voorkant hier vernield. Aan de andere kant en een flessen wijn ingegooid en nog wat voetstappen zo hier en daar. Ze zijn boven op het sculptuur geweest, dus er is rondom zijn er beschadigingen helaas. Nou zie ik dat de mond ook van Johan Derksen kapot is. Ja, sta je er heel erg van te kijken, want die heeft toch wel een grote mond bij tijd en wijle. Ja, maar om nou alles kapot te maken en te vernielen, zeg maar, wie een grote mond heeft, ik denk dat het niet zo werkt of zo moet werken in deze maatschappij. En dus ik ben er zeker verbaasd over dat mensen de moeite nemen om over een hek heen te klimmen en ons kunstwerk kapot maken. Ja. De politie heeft de twee mannen op heterdaad betrapt en opgepakt. De zandkunstenaars laten zich niet uit het veld slaan door de vernielingen. We kunnen wel repareren, maar we kunnen niet hele grote gedeeltes over laten hangen. Dus we doen daar een hele kleine constructie van wat staaldraad in om daar tegenaan dan weer het zand aan te modderen. In het koerhuis gaan de voorbereidingen voor de uitzendingen gewoon door. De gastheren die kom je tegen in het hotel en dan maak je een praatje mee. En dan zie je bijvoorbeeld dat een Johan Derksen een enorm aardige man is. En dat hij vaak aan tafel toch wat scherper is in zijn bewoordingen. En dat de combinatie maakt het bijzonder leuk. Op de boulevard is een trapveldje aangelegd waar onze verslaggever alvast is begonnen met oefenen. 200! Yes! Zelf al een keer geprobeerd? Nog niet, nee. En wij vinden dat de directeur van het koerhuis zijn voetbalkunsten ook maar eens moet laten zien.